Het is op zijn minst ongewoon te noemen, dat is de zwakste manier om het uit te drukken, dat iemand wil in zijn onderzoek, in mijn geval dus, wiskunde en filosofie met elkaar combineren. Kijk, de eerste reactie moet zijn, wat heeft dat nu voor zin? Maar als dan mensen tegen u zeggen, kijk, we gaan u financiële middelen geven, exploreer die weg. Want net zoals jij zien wij ook niet meteen wat daar kan uitkomen, maar jij denkt dat er iets gaat uitkomen, prima, onderzoek dat dan. En het wetenschappelijk steunfonds heeft voor mij op een bepaald moment in mijn jonge carrière die rol gespeeld, hè, die noodzakelijke duw in de rug die u aanmoedigt om zet door. Het is een niet evident onderzoeksdomein, maar kijk, zoveel jaren later kan ik zeggen dat het nu ondertussen een gevestigd onderzoeksdomein geworden is waar ik mijn plaats heb gevonden.